Wow, ja, je leest het goed. Ik ga samenwonen. En dit is echt iets dat als je mij dit een jaar geleden had verteld, dan had ik je echt uitgelachen. Als iemand een jaar geleden tegen mij zei: Linda, over een jaar ga je waarschijnlijk bijna samenwonen. Nou, dan had ik echt gedacht: what the fuck? Want als ik nu terugdenk, een jaar geleden was het zomer 2018. Ik wil heel veel vertellen aan jullie en ik ben super excited hierover. En ik heb het eigenlijk best wel nog lang stilgehouden, want we weten dit al anderhalve maand. En we hebben ook al een appartement. Maar ik wil jullie graag in deze video vertellen hoe het allemaal zo is gekomen. En ook het verschil met hoe ik een jaar geleden hier nog over dacht. En ook over samen slapen en in een relatie zitten en verliefd zijn überhaupt. Ik had er hele andere ideeën over. En het is nu zo erg veranderd. En ik denk dat dat wel heel interessant is om even met jullie te delen. Ja, dat is gewoon het bewijs dat mensen gewoon veranderen. En dat dit soort dingen gewoon veranderen. En dat ik eerst nooit aan relaties hoefde te denken. En dat ik nu zo intens gelukkig ben. En ja, dat is gewoon wel iets heel bijzonders. En dat wil ik jullie graag gaan uitleggen. Ik heb trouwens twee Vulva-kettingen om. Mocht je willen weten waar die van zijn. Ze zijn van Denise Rozenboom. Je kan haar opzoeken op Instagram. Ik zal haar linkje van haar Instagram even in de beschrijving zetten. Ik heb per ongeluk al ergens in een andere video van de Pride-video's van de Avrotros per ongeluk al gezegd dat ik ga samenwonen. Was niet helemaal de bedoeling. En nu zijn jullie vast allemaal benieuwd. Maar Linda, waar ga je dan wonen? En ik zie trouwens dat het licht de hele tijd verandert. Want ik zit recht voor het raam. En de zon gaat soms weg. Het waait best hard dus de wolken en alles. Dus ik hoop dat het niet heel storend is. Nou, ik ga dus samenwonen in Groningen. En ik wil graag uitleggen waarom ik daarvoor heb gekozen. Want ik merk echt aan iedereen waar ik dit aan vertel, is het echt zo'n shock. Wow, helemaal in Groningen. Wat ga je er dan doen? Maar ik voel me zo thuis in Groningen. En mijn vriend woont daar al eigenlijk zijn hele leven. In de provincie en in de stad. Dus voor hem is het heel logisch om daar een beetje te blijven. Al heeft hij ook echt wel ambities om ooit naar de Randstad te verhuizen. En kijk, ik heb nu ongeveer 6 jaar in de Randstad gewoond. Best wel een beetje overal en nergens. Als je mij al lang volgt, dan weet je wel een beetje waar ik allemaal heb gewoond. Ik woon in Halfweg tussen Haarlem en Amsterdam. Toen gingen we verhuizen naar Haarlem. En nu woon ik in dit huis van mijn ouders, iets van 3 jaar. En dit is dan ook nog wel het officiële woonadres hier in Haarlem, waar ik nog officieel ingeschreven sta. Maar ja, als ik dan straks dus ga samenwonen, ga ik me wel echt inschrijven in Groningen. Maar kijk, praktisch gezien ben ik nu ook al zo vaak bij mijn vriend, dat ik daar al bijna een soort van woon. Dat herken je misschien wel als je die vrijheid hebt in ieder geval om veel heen en weer te reizen. En ik denk dat het bij ons een beetje zo is gegaan, want we zijn nu 8 maanden samen. En ik hoor van veel mensen dat dat best wel snel is. Maar je moet je wel voorstellen dat ik 24 ben, hij is 25. En we werken allebei fulltime. We zijn eigenlijk al zwaar in ons volwassen leven bezig. Snap je? Dus dat is wel eigenlijk heel chill. We zijn gewoon lekker serieus aan de weg aan het timmeren. Dus we verdienen allebei genoeg. En voor mij voelde het heel onlogisch om een plekje voor mezelf te gaan zoeken. Want ik heb natuurlijk 1,5 jaar in Amsterdam gewoond, vorig jaar. En vorig jaar rond deze tijd, eind juli, moest ik weg uit mijn huis in Amsterdam. Dus wacht, even kijken. Ik heb 1,5 jaar in Amsterdam gewoond. Toen ging ik terug naar mijn ouders. En eigenlijk dat ik dacht, ik ga even tijdelijk bij mijn ouders wonen. En ik zoek wel weer een plekje. Maar toen ontmoette ik Jesse. Of tenminste, ik heb hem al lang ontmoet. Want we kennen elkaar al 10 jaar. Als je meer over onze relatie wil weten, moet je maar even de boyfriend Q&A kijken. Ik heb 2 video's met Jesse gemaakt op mijn kanaal. Ik kan er eentje vinden bij het i'tje. En dat was dus begin september dat ik eigenlijk weer met hem een beetje begon te flowen. Als ik het zo kan noemen. Een beetje scharrelen of zo. Toen was ik ineens heel vaak in Groningen weer. Want ik kwam daar sowieso al wel regelmatig. Maar toen voelde het voor mij ineens heel onlogisch om een plekje voor mezelf te gaan zoeken. Want ik heb echt veel hospiteeravonden gedaan in Utrecht en in Amsterdam. Maar ja, het was toch allemaal net niet wat ik zocht. En ik werd vaak ook niet uitgekozen omdat ik gewoon niet meer studeer. En ik heb best wel een aparte baan. Ik ga nog ooit een keer een video maken over hoe ik mijn geld verdien. Ik denk dat jullie dat vast interessant vinden om te zien. En ik merk ook echt dat geld echt een groot taboe is. En dat mensen vaak niet durven te zeggen hoeveel ze verdienen. En vooral als freelancer of als influencer of als YouTuber. Je verdient soms gewoon best wel grote bedragen. En niemand is daar denk ik echt open en eerlijk over. En ik denk dat het wel interessant is als ik dat een keer ga doen. Dus er komt wel een keer een video over hoe verdien ik mijn geld. Hoeveel verdien ik, zoiets. Lekker clickbait. Ik merkte dat ik op een gegeven moment, toen ik echt een relatie begon met Jesse in december, dat ik zo vaak in Groningen was. Echt al de helft van de maand. Gewoon minimaal de helft van de maand. Dus het voelde voor mij heel gek om een eigen plek om te betalen voor een kamer of een appartement. Voor mezelf. Terwijl ik daar de helft van de tijd niet zou zijn. Toen hebben we het heel lang aangekeken. Van oké, we zien het allemaal wel. En toen uiteindelijk hebben we toch ons zeg maar aangemeld voor nieuwe appartementen in Groningen. En dat hebben we voor de grap gedaan. En toen waren we samen op vakantie in Bali. En toen hoorden we dat we het appartement hadden gekregen. Want je moet dan wel genoeg
verdienen en allemaal dat soort dingen. Er zitten heel veel restricties aan en we waren gewoon goedgekeurd. Dat was echt fantastisch. En toen was het echt super spannend om ons echt te realiseren van oké, gaan we dit echt doen? Gaan we dit echt doen? Toen hebben we gewoon besloten om het te gaan doen. En we denken er niet te zwaar over. We hebben een jaarcontract, dus weet je wat er ook kan gebeuren. Tuurlijk, het kan altijd gebeuren dat de relatie uitgaat, maar daar hebben we het ook gewoon heel nuchter over. Maar ik dacht natuurlijk vroeger altijd zo over relaties van ja, ik word nooit verliefd en ik doe nooit aan relaties en ik geloof niet in monogamie en allemaal stom en dat wil ik niet. En nu ga ik ineens gewoon samenwonen. Dus dat is wel echt een bewijs van hoe het kan lopen. Ik wil ook nog even een oudere video van echt, nou precies een jaar geleden ongeveer, dat ik deze video maakte met Sophie Roosendaal over apart slapen in een relatie. En dat ik toen echt zei ja, en als ik dan ooit een relatie zou hebben, dan zou ik echt wel af en toe apart willen slapen. Terwijl ik nu, ik zal even een fragmentje laten zien. Ik merk gewoon echt, als ik samen met iemand slaap, ik vind het zo niet relaxed. Ik word echt onuitgerust wakker. En ik heb er helemaal geen zin in om met iemand te liggen knuffelen. Ik denk dat ik misschien aan zou moeten wennen als ik een relatie zou hebben. Ik kan me ook voorstellen dat als ik verliefd word, dat ik het dan misschien wel relaxed vind om dan toch samen in slaap te vallen. Maar denk je ook niet dat ik zou nu bijvoorbeeld denken van, oh, ik zou misschien willen afwisselen. Stel, ik woon uiteindelijk samen. Wat ik niet zie gebeuren, al absoluut niet. Maar goed, stel, ik ga samen wonen en ik heb gewoon een normale relatie zoals dat tegenwoordig van je verwacht wordt. Dan zou ik het willen afwisselen misschien. Ja, dat is toch perfect. Terwijl ik nu juist denk, nou, ik wil zo vaak mogelijk met hem samen slapen. Maar ik denk dus inderdaad, ik baseerde mijn mening in die video gewoon op one night stands die ik had met random mensen slapen of gewoon met vrienden in bed slapen. Maar als je verliefd bent op iemand en je houdt echt van iemand, dan is het juist super fijn om samen te slapen, ben ik achtergekomen. Nee, wat ik nog eigenlijk heel graag wil vertellen is dat dus over dat apart slapen, daar zit echt wel iets in en ik geloof nog steeds dat dat voor sommige relaties gewoon werkt. Maar ik vind het gewoon heel grappig van mezelf dat ik een jaar geleden nog zei van ja, als ik ooit een relatie zou hebben, dan zou ik echt wel af en toe apart willen slapen. En als ik kan me niet eens voorstellen dat ik ooit ga samenwonen. En dat is dan zo bizar hoeveel er kan veranderen in een jaar. Dus ik denk dat dat eigenlijk hetgeen is wat ik wil meegeven met deze video. En het puur de announcement van ik ga samenwonen. Laat vooral even weten of jullie verhuisvlogs willen zien. Want dat lijkt me stiekem toch best wel leuk om te maken. Ik heb heel lang niet meer echt gevlogd. En ik weet gewoon dat er mensen zijn die me volgen die dat vast wel leuk vinden om te zien. Dus doe vooral even een duimpje omhoog als je verhuisvlogs wil zien. En laat het ook gewoon even achter in de reacties. Dat vind ik wel fijn. En dan was het bij deze weer, deze video. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Tot snel. Doeg!